Wouter is bedrijfsleider bij Lazarus en de hut van ome Henne in Leiden. De hut bestaat al meer dan 40 jaar. En de situatie wordt steeds schrijnender nu de horeca nog steeds niet open mag. Ja, het wordt nu wel erg penibel inderdaad. Kan het niet anders omschrijven dan dit. Ik had niet verwacht dat er versoepelingen aan zouden komen, dus je ziet het wel een beetje aankomen. Maar ja, het is niet meer. Er is een soort slecht tegenaan te boksen op een gegeven moment. Inmiddels is de horecazaak op een korte periode na al bijna een jaar dicht. Ja, dat is niet in te halen meer. Dus er staat straks een enorme met uitstel van betalingen hier, afstel daar. Straks staat er een enorme berg met die je nooit meer inhaalt. Er werken nu nog 3 mensen bij Lazarus en de hut. De eigenaar maakt gebruik van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid. Die zorgt ervoor dat werkgevers bij het UWV een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de verhuurder en de brouwerijen. In het begin waren die allemaal redelijk, viel daar wel wat mee te fixen, maar dat wordt natuurlijk ook steeds lastiger, wat ik ook begrijp, want die mensen kunnen ook niet een jaar zonder inkomen zitten. Wouter heeft ook nog een andere pet. Hij is lid van de fameuze Leidse groep Barry Badpak. Hallo, mijn naam is Barry. Ik kom uit Leiden. Ook dat ligt stil sinds de crisis, maar ze gebruiken tijd toch nog om nieuwe dingen te maken. Dus we zijn een bordspel aan het maken. Ik ga zo kijken of dat af is. We brengen af en toe nog eens een plaatje uit en dat moddert wel een beetje voort. Wouter is somber over de toekomst van de hut en Lazarus. Je kan nu niks. Je kan alleen maar een beetje afwachten tot het zwaard valt. Dat is eigenlijk het enige. Je zit gewoon in de wachtkamer continu.